Ik ben Alfred de Jong. Ik ben in het dagelijks leven ben ik anesthesieverpleegkundige in het Franciscus Gasthuis in Vlietland in Rotterdam. Je wordt geconfronteerd met echt hele nare dingen. Natuurlijk proberen we het zo goed mogelijk te doen, maar het lukt heel vaak wel. En soms lukt het ook gewoon niet, omdat het gewoon te ingewikkeld is. De patiënt gewoon te ziek is om hem nog beter te maken, zeg maar. Mijn hoofd is vaak heel vol en er zitten allemaal dingen in. En die moet ik er een beetje uitgooien. En ik doe het liefst tijdens het sporten. Tijdens het sporten hoef ik alleen maar fysiek bezig te zijn. En valt mijn hoofd gewoon stil. Een beetje muziek op mijn oren. Heerlijk. Een tijd geleden sprak ik een jonge vrouw van 35. En toen zag ik daar zo liggen. Toen zeg ik, joh, gaat het wel een beetje? Nou, ik ben zo bang. Ik weet niet wat er in mijn buik zit. Ik beloof haar, ik maak je in slaap en ik maak je wakker. Die patiënt ligt onder narcose. En de operateurs die openen de buik met een klein kijkertje, met een kijkgaatje. En die gaan door die buik heen. We zien dat heel die buik vol met kanker zit. 35 jaar. En die zeggen, ja, die kunnen we eigenlijk niets meer aan doen. Wat ik confronterend vind, is dat ik dan dit al weet. Die vrouw ligt nog aan de beademing, ligt te slapen. Haar man zit in een kamertje verderop met twee kinderen te wachten. Van nou, ik ben benieuwd hoe het was. Was het een ijsprong of was het een blinde darmontsteking? Nee, dit is een opgegeven zaak. Dan ga je naar huis en dan denk je, ik zit nog wel in mijn hoofd. Maar ik kan het pas loslaten als ik ga sporten. Ja, dan ben ik s'avonds met mijn dochter hier op de Erasmusbrug rondjes gaan lopen. Gewoon om het kwijt te raken. Ik ga vader van de kliniek langs. Dat het mag veel geld mag opleveren voor die fantastische mensen. Ik heb er zin in. En dan ben ik wedstrijdzeiler. En ik wil dus altijd zo hard mogelijk. Trim die boot. En ik ga te pezen staan. En ik vaar hem zo hard mogelijk. En dan wil ik natuurlijk zo snel mogelijk gaan. Dan ben ik alleen op het water. Ik wil toch dat het ding hard vaart. En daarmee ben ik zo bezig. Met het andere dan wat ik overdags had gedaan of 's nachts, hoor, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dan kom je thuis en weet je, dan denk je, nou, dit was wel weer een topdag. Dan eet ik wat, douche ik wat en denk ik, oké, mijn kop is weer leeg. Helemaal goed. Klaar voor de volgende dag. Ik ben Marloes van der Hagen, een van de makers van de film Loslaten. We hebben het vaak over gezondheid. En als het er echt op aankomt, wordt je gezondheid bewaakt door mensen zoals Alfred de Jong. Een zorgverlener met een groot hart en een verantwoordelijkheid in de zorg. Alfred stelt zichzelf iedere dag hetzelfde doel. En dat is doe de gewone dingen ongelooflijk goed. Hij zegt dan ook, als je dan gaat sporten, haal dan ook geld op voor het goede doel. En dat is wat we met deze film ook gaan doen. Dus steun ons filmproject en laten we een mooi bedrag ophalen voor een mooi doel. Heel erg bedankt. Ook namens Alfred. En ik beloof je, we gaan er een ongelooflijke mooie film van maken.